voorstelling, de Week van het Gens. Wat mogen de mensen eigenlijk in het kort verwachten? Heel veel, heel gevarieerd programma. Van een première van een documentaire rond het Gens dialect. Tot en met een culinaire exposé hier in de hotelschool. Een voorstelling retro-romain rond het leven van Romain de Koning. De Wim Klaes gaat op scholentour naar Gentse basisscholen om Gentse liedjes te zingen met de kinderen. We gaan poppenkastvoorstellingen organiseren voor basisscholen. Wat hebben we nog allemaal? Veel theater waar dat je in het Gents kunt van genieten. Er wordt ook veel aandacht besteed. In de Minaar zijn ze dan ook bezig. Kan je daar ook iets mee? Dat is ook in de Week van het Gent dat zal gebeuren. De Minaar, ja. In de Minaar gaat men rond Romain de Koning werken. Het is 30 jaar geleden dat de Minaar heropend werd. En op dezelfde dag van de heropening is Romain de Koning gestorven. Dus daar wil men in de Minaar speciaal aandacht aan besteden. Heel leuk is, is dat er rond het werk van Romain eigenlijk ook een jongere scene geactiveerd wordt om dingen in het Gens te gaan doen. Want dat is eigenlijk wat we met de Week van het Gens voortdurend, het is de 9e editie, dat we voortdurend proberen om het Gens als immaterieel erfgoed levend te houden. Dus de boutade dat het Gens dood zou zijn, of bijna dood zou zijn, dat is eigenlijk iets waar dat wij het niet mee eens zijn. Want Gens, dat is de taal die gesproken wordt door de mensen van Gent. En dat is in evolutie. En dat vinden wij heel fijn als er jonge mensen zich ook achter dat Gens scharen en hun eigen Gens willen en durven spreken.